Welkom bij deze geleide meditatie die jou verbindt met jouw scheppingskracht, met jouw creatieve vermogen om waarde in deze wereld te brengen en ook jouw zelfvertrouwen dat jij iemand bent die in staat is om gewoon door te zijn waarde kan laten ontstaan. Dit is een extra speciale meditatie, want hij is afkomstig uit mijn driedaagse Overvloed van Licht Challenge die ik afgelopen jaar live heb gegeven voor mijn community en lichtacademie studenten. Binnenkort komt er een nieuwe driedaagse Overvloed van Licht Challenge aan en daarom leek het me wel zo leuk om ter ere daarvan een van de meditaties van vorig jaar hier met je te delen op YouTube. Ik wens je heel veel plezier met deze meditatie. Sluit je ogen en neem even de tijd om met je aandacht bij jezelf te komen. Te voelen hoe jij hier aanwezig bent in het huidige moment. Bewust te zijn van je lichaam. Stel je dan voor dat jij uit allemaal laagjes bestaat. In een van die buitenste laagjes bevinden zich alle dingen die jij doet. Alle acties die je neemt, die misschien van waarde zijn voor anderen, voor jezelf. En die soms misschien ook niet zo van waarde zijn. Of juist niet helpend. En kijk of je in die laag contact kan maken. Gewoon energetisch. Je hoeft niet met je hoofd te begrijpen hoe dat werkt. Maar of jij contact kan maken in energie met alle acties die je zet. En de waarde die je daarmee creëert in de wereld. De glimlach naar je buurvrouw. Het boek dat je schrijft. Het product dat je ontwerpt. Al die prachtige dingen die jij in deze wereld brengt. Vanuit jouw doen. En vanaf daar zak je een laag dieper. Naar jouw ideeën. Naar alle visies die je hebt. Alle dromen. Alle plannen. Alle ideeën voor dingen die mooi en waardevol en helpend zijn. Misschien zitten daar soms ook ideeën en plannen tussen die niet per se zo helpend zijn. Dat is oké.
En vanuit daar zak je nog een laag dieper. Naar jouw kwaliteiten. Alle vaardigheden die je geleerd hebt. Alles wat jij kan. En dan nog dieper naar echt jouw eigenschappen. De kwaliteiten die je hebt gewoon doordat je bent. Dat je misschien heel lief bent, of heel sterk, of heel grappig, of heel wijs. En vanuit daar zak je nog dieper in jouw kern. In jouw eigen bron. Waar niets anders is dan de aanwezigheid van jouw pure zijn. Een plek zonder woorden. Die je niet hoeft te begrijpen, maar waar je alleen maar aanwezig hoeft te zijn. Jouw levensadem. Jouw licht. Jouw zijn. Sta jezelf toe om helemaal naar deze plek toe te zakken. Om hier te zijn en helemaal niets te hoeven. Alleen te voelen. Te bestaan. Dit is jouw scheppingskracht. Dit is de origine van alles wat jij ooit werkelijk in de wereld hebt gebracht. Dit is de plek waar alles begint en ontstaat. Hier is geen doel. Hier is niets wat bereikt moet worden. Alleen maar een eindeloze scheppingskracht die voortdurend opnieuw creëert. Opnieuw omhoog laat komen wat omhoog wil komen. Dit is de plek in jou waar altijd iets nieuws kan ontstaan. Hoeveel of hoe weinig er buiten jou ook is. Dit is de plek die datgene wat jij nodig hebt naar jou toe trekt in de buitenwereld. Dit is de plek in jezelf waar alles dat jij in kan brengen in de wereld, elke creatie geboren wordt. Dit is de plek in jezelf waar jij onvoorwaardelijk waardevol bent. Vanuit die onvoorwaardelijke waarde kan allerlei moois, kunnen allerlei specifieke vormen ontstaan waarin die waarde uitgedrukt kan worden. Jouw kwaliteiten, jouw vaardigheden,
jouw ideeën en wat je doet. Je hoeft dat niet ergens vandaan te halen. Je hoeft alleen maar verbinding te maken met deze plek in jezelf, waar dat als vanzelf ontstaat. En dan te voelen welke impuls er in jou geboren wordt en wat het van jou vraagt om deze waarde die hier geboren wordt, daadwerkelijk in de wereld neer te zetten en vorm te geven. Dat vormgeven is aan jou. Wat kies jij te doen met de impuls die van binnenuit omhoog borrelt? Kies jij ervoor dit een plekje in deze wereld te geven? Adem in en voel de energie van deze bron in jezelf. Adem uit en sta deze energie toe om via jouw lichaam geboren te worden in het materiële. In en uit. Uit. Welkom in dit bestaan. Welkom in je scheppingskracht.
Maak dan weer langzaam contact met je fysieke lichaam. Voel de plekken waar jouw lichaam contact maakt met je stoel of de bank, je omgeving, de grond. Misschien wil je wat beweging in je lichaam brengen. Even uitrekken. En wanneer jij daaraan toe bent, open je weer je ogen. Dankjewel voor het samen mediteren. Zoals ik aan het begin van de meditatie al zei, starten we ook dit jaar binnenkort weer met een 3-daagse Overvloed van Licht Challenge voor mijn Lichtacademie studenten en de mensen uit mijn community. Dit is een online event waar we 3 dagen lang samenkomen in een transformerende bubbel waar ik je, net zoals in deze meditatie, maar dan met andere meditaties, begeleid om verbinding te maken met jouw kern, met jouw ware roeping in dit moment, jouw vermogen om prachtig mooie dingen in de wereld te zetten en daar ook rijkelijk financieel voor te ontvangen, zodat je kan leven van het werk dat jij het allerliefste doet en waarmee je deze wereld mooier maakt. Om mee te doen met dit soort events en de uitnodiging ervoor te ontvangen, meld je aan voor mijn gratis nieuwsbrief op www.miraloes.nl/verbinden. Dan ontvang je alle info over dit soort events die ik organiseer. Die link vind je ook in de beschrijving bij deze video. www.miraloes.nl/verbinden. Ik zie je heel erg graag daar terug. En ik deel ook wekelijks prachtige, inspirerende boodschappen via mijn gratis nieuwsbrief.